Yo guys, Job hier, aka RedTuber. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Deep Space Tycoon. Like de video binnen 3 seconden als jij in een van deze portals zou willen stappen in Roblox samen met mij. Jongens en meisjes, er is een hoop gebeurd. Ik heb 4,4 biljoen dollar. Dat is zo ongelooflijk veel. Weet je wat, laat ik gewoon even het verhaal kort samenvatten. Ik had de game opgestart, ik werd naar beneden geroepen. Ik moest ergens mee helpen. Ik kwam terug, een paar uurtjes later. En bam, ik heb superveel geld geïncasseerd gedurende de tijd dat ik weg was. Mijn naam is RedTuber, we gaan er weer een leuke video van maken. En ik heb jullie beloofd dat ik deze portal vandaag in zou gaan. Kleine update, ik kon niet wachten. Of eigenlijk, de eerlijke update, ik dacht dat ik zojuist aan het opnemen was, maar ik was niet aan het opnemen. Toen ben ik er eigenlijk al ingegaan. Dat was nog voor het moment dat ik dus wegliep en ik heel erg veel geld heb geïncasseerd. Jongens en meisjes, ik heb dus al het een en ander neergezet en deze dimensie is sick. Kijk wat ik hier al allemaal heb geplaatst. Het gaat om vele droppers. Ik vind het ook zo leuk dat als je op zo'n loop of zo'n lopende band, het is eigenlijk natuurlijk geen loopband, maar als je op zo'n lopende band gaat rennen, dan lijkt het wel op een loopband. En het is gewoon super geinig. Want eigenlijk is het gewoon een officieel bedrijfsmachine, maar ik ben er dan gewoon zo lekker op aan het rennen en dat kan allemaal Roblox jongens, alles is mogelijk. Wat gaan wij kopen? Wij gaan de lichten kopen, wij gaan een vloer kopen, kortom wij gaan overal weer overheen lopen en achter de schermen heb ik een nieuwe dimensie geopend en dit is een van de allerduurste dimensies die er eigenlijk te kopen was. Op zich zouden wij die de volgende aflevering wel kunnen bezoeken, als we genoeg blauwe duimpjes op deze video halen. Dat is namelijk de officiële alien dimensie. Maar eerst is het tijd voor de Void Large Storage Tower. En die is echt heel erg duur, maar zoals jullie kunnen zien, dit is dus weer een toren waarin allemaal energie opgeslagen kan worden. Dus in die zin is het hartstikke handig. We kunnen hem upgraden voor 18 miljoen. En we kunnen deze upgraden voor 25 miljoen. En we kunnen deze upgraden voor 29 miljoen. Met andere woorden, wij hebben zojuist circa 100 miljoen uitgegeven in nog geen 10 seconden. I don't know of ik een soort van vergelijking kan stellen met wat je normaal gezien met zo'n bedrag zou kunnen doen. Maar goed, we gaan gewoon lekker overal overheen. Voor de mensen die zich trouwens afvragen waarom ik niet eerst even lees wat ik koop, dat is letterlijk om de simpele reden dat ik anders continu aan het lezen ben. Check dan over hoeveel dingen ik wel niet kan heen lopen hier. Dat is werkelijk waar bizar. Dat is ook een beetje het ding van Deep Space Tycoon. De bedoeling van deze tycoon is dat je echt gewoon miljarden, biljoenen verdient aan de hand van zoveel mogelijk apparaten. En als ik het heb over zoveel mogelijk, dan bedoel ik dus echt zoveel mogelijk. Jongens en meisjes, laten we eens even kijken wat we tot nu toe hebben. We hebben hier dus een soort van plasma core, I guess. Dit is een soort van statische laser die alle stukjes zuurstof uit de lucht hapt die om hem heen vliegen. Hier hebben wij een soort van elektrisch apparaat en deze die haalt alle elektrische deeltjes uit de lucht, wat natuurlijk weer omgezet kan worden in energie. En voor de mensen die het nog niet wisten, energie en materie zijn in dit spel gelijk aan geld, dus daar verdien je aan. En hier zo staan alle droppers, die natuurlijk misschien wel het meest van belang zijn van allemaal, want die genereren namelijk de ores die doorverkocht kunnen worden. Dus we hebben eigenlijk een vrij gecompliceerd verdienmodel. Oh my gosh jongens, 310 miljoen om de Void te updaten. De Void is dus dit ding hierboven die eigenlijk alle kleine elektrische deeltjes uit de lucht haalt. En we gaan hem upgraden voor 310 miljoen. Let's get it man. Er is nog een upgrade. 365 miljoen. Oké, nice. Nu hebben we hem op zijn max geupgrade. En kijk hoe episch die eruit ziet, jongens. En dan nog eens met het besef hoe ongelooflijk veel geld dat ding wel niet verdient. Hier kunnen wij een Void scanner neerzetten. Een pad er naartoe. En alleen al dat pad kost 13 miljoen. Let's get it. We hebben het gedaan. Hier kunnen wij een Void scanner level 1 neerzetten. Hier kunnen wij er een level 2 van maken. Level 3, level 4 en level 5, level 6, level 7, level 8, level 9. Oh my gosh. Wij hebben al ons geld uitgegeven aan deze Void scanner. Gelukkig heb ik al een beetje verstand van Deep Space Tycoon en weet ik dus ook eigenlijk hoe efficiënt dit ding is.
Kortom, de scanner waar ik zojuist mijn volledige kapitaal in heb geïnvesteerd, zoekt naar de plekken waar weer deeltjes zijn die door mijn andere apparaten kunnen worden opgenomen. Zie het als een soort van metaaldetector die zonder dat jij erachter staat, continu aan het werk is en aan het zoeken is naar zeldzaamheden die door de andere apparaten, in het voorbeeld van de metaaldetector zou dat dan bijvoorbeeld een schep zijn, weer kunnen opgraven en meenemen. Met andere woorden jongens, ik ben freaking excited. Voor 15 miljoen kunnen wij er een pad omheen maken. Kijk eens aan, dat zijn van die mooie lichtjes. En nu moeten we eigenlijk gewoon wachten totdat we de 850 miljoen hebben. En als we dat hebben, dan kunnen we hem afmaken. Maar, jongens en meisjes, zoals ik jullie vertelde, heb ik dus nog een extra dimensie ontgrendeld. En dit is een officiële alien dimensie waar ik graag met jullie een kijkje wil nemen. Maar wat ik eerst even ga doen, ik ga eerst even wat meer naar achteren. Want ik zie namelijk dat hier ook allemaal dingen te kopen zijn. Ah, dit zijn al die paden. Ja, die kun je letterlijk overal kopen. Daar heb je in zekere zin niet heel erg veel aan. Je verdient er zeg maar geen geld mee. Maar het is natuurlijk wel handig om te hebben. Gewoon een soort van pad wat overal naartoe gaat. Zodat je wel ziet wat allemaal aan elkaar gekoppeld is. Het is gewoon bijna een spel waarin ik moet proberen over alle groene vakjes heen te lopen. Terwijl we helemaal niet tot het besef komen dat elk groen vakje hartstikke duur is. Oh my gosh. 895 miljoen. Voor een black hole creator. Voor de mensen die niet weten wat een black hole is. Het is eigenlijk gewoon een mega zwart gat. En alles wat erin, bovenop, onderop of bij in de buurt komt, is verdwenen. Waar het uitkomt, nergens. Het bestaat niet meer. Het wordt een soort van gedespand. Gedespawned. Ja, precies. Net zoals in Minecraft. Die term die kennen we natuurlijk allemaal wel. Nou, hier kunnen we in ieder geval weer 20 lampen neerzetten. Hopsakeetje, heeft ons rustig 20 miljoen gekost. Voor 18 miljoen zetten we 19 lampen neer. En voor 14 miljoen zetten we een extra pad neer. Ik denk dat we op zich in de Void nu al wel genoeg hebben gedaan. De Void is dus de dimensie waar ik nu ben. En het moment is aangebroken dat wij naar een andere dimensie gaan. Om daar ook een beginnetje neer te zetten. De bedoeling van Deep Space Tycoon is eigenlijk heel simpel gezegd zoveel mogelijk dimensies kopen, zoveel mogelijk dimensies openen en vervolgens die dimensies vol plaatsen met allemaal machines die daar omzet genereren. Omzet door middel van energie, omzet door middel van elektriciteit, gems, mineralen, van alles en nog wat. Maar wij gaan momenteel naar de Alien Jungle. Ik heb deze dus gekocht. Ik ben heel erg benieuwd wat ik er tegen ga komen. Mijn buitenaardse oma? Ik heb mijn buitenaardse oma al een tijdje niet gezien. We gaan het checken, jongens. 3, 2, 1. Alien dimensie. Let's go. Oh my gosh. Oké, we hebben hier waarschijnlijk weer een hoop te doen. Het allereerste wat we kunnen neerzetten is een vloer met lichten eromheen. Heeft ons rustig bijna 100.000 euro gekost. Hier kunnen wij jungle lights neerzetten. 350.000. Crates. Hier kunnen we een entrance plaatsen. Weet je wat? Kort samengevat. We lopen gewoon weer overal omheen. Om te kijken wat we er allemaal mee tot stand brengen. Het is misschien wel een beetje vreemd dat ik niet lees wat ik koop. In het echte leven is dat zwaar af te raden. Zeg maar niet iets lezen en wel iets kopen. Het is belangrijk dat je wel iets leest en dan iets koopt. Maar goed, maakt verder niet uit. We zijn lekker bezig. Daar komt het op neer. Wij kopen hier een Particle Tank Path. Oeh, ik snap het al. Dit is weer een nieuw soort machine. En deze machine haalt alle particles uit de lucht en zet het om in geld. Particles zijn eigenlijk alle kleine stipjes die jullie door de lucht zien zweven. Dat zijn particles. En deze machine die neemt dat eigenlijk allemaal in zich op en die zet dat vervolgens om in omzet. Hartstikke handig. Wat hebben we hier? Het is zo grappig dat ook gewoon een normaal pad gewoon 4 miljoen kost, jongens. Beseffen jullie je dat wel? Weet je waar we eigenlijk nog even naartoe moeten? Naar die allereerste dimensie die wij hebben ontgrendeld. De paddenstoelen dimensie. Ik kan mij namelijk herinneren dat we die bijna helemaal af hadden. Maar dat er toen een aantal dingen waren die we net niet konden betalen. En ik denk eerlijk gezegd dat dat nu wel gaat kunnen. Kijk, we hebben echt weer het meeste gekocht. Ik weet echt niet wat we allemaal aan het maken zijn, jongens. Maar het ziet er in ieder geval fantastisch uit. We hebben hier ook weer een mega centrale opgezet. Die alle zuurstof uit de lucht haalt. En dat vervolgens omzet tot geld. Keiharde verdiensten, jongens. Wat zijn wij toch... Oh my gosh. Ik had deze mine niet eens gezien. Bro, we hebben gewoon een geheime Batcave erbij. Ah, dit is waar wij de droppers kunnen neerzetten.
Dit is waar wij de droppers kunnen neerzetten, jongens. Zeg maar, de droppers in iedere dimensie is eigenlijk het allerbelangrijkste wat je kunt neerzetten. Want droppers, dat zijn namelijk de directe inkomsten. Je hebt natuurlijk ook wel machines die bepaalde soorten dingen moeten omzetten in inkomsten. Bijvoorbeeld zuurstof, elektriciteit, particles. We hebben ze allemaal voorbij zien komen. Maar het fijne aan de droppers, dat zijn deze dingen hier zo, waar allemaal van die kleine blokjes uitkomen. Het fijne daaraan is dat het een direct inkomen is. Dus zodra de blokjes in dit gele vlak terechtkomen, wordt het eigenlijk direct omgetransformeerd tot een dollar. Of 10. Of 100 of 1000 of een miljoen. Het is maar net afhankelijk van hoeveel droppers je hebt en hoe zeldzaam jouw product is. Maar het werkt dus eigenlijk gewoon heel erg goed. Ik moet zeggen, ik sta er best wel van op te kijken. Oeh, we hebben een plasma dropper gekocht, jongens. Die werkt echt fantastisch. Maar ik sta er best wel van op te kijken hoe snel wij onszelf aan het vervorderen zijn in deze Deep Space Tycoon serie. Want wij hebben inmiddels al zoveel verschillende soorten dimensies geopend. En bijna in iedere dimensie hebben we alle droppers al staan. Kijk, hier hebben we bijvoorbeeld nu ook alle droppers neergezet. De enige dingen die we nog kunnen kopen, dat zijn de cave lights en de ceiling lights. Dat is eigenlijk niet echt noodzakelijk. Maar het is natuurlijk wel fijn om een klein beetje te kunnen zien waar je loopt. Voordat je je hoofd stoot en er als mij uitziet. Ja, mijn gezicht ziet er zo uit omdat ik namelijk ooit mijn hoofd heb gestoten. Nee hoor, grapje jongens. We gaan eens even kijken wat we nog meer hebben. Hier kunnen wij een jungle transistor neerzetten. Dat is ook weer iets wat allemaal energie oproept en wat gewoon heel erg handig gaat werken. Wat kunnen we nog meer doen? We kunnen hier een gate neerzetten. We kunnen hier muurverlichting plaatsen. Idem dito met dit. Dat wordt een soort van brug. Kortom, we zijn keihard aan het werk. Daar komt het eigenlijk op neer. En we zijn nu deze machine hier ook weer aan het upgraden. Het is eigenlijk best wel interessant als je gewoon iedere machine individueel bekijkt. Het is best wel vet. Gewoon het idee dat ik de eigenaar ben van iedere dimensie, iedere machine en het volledige ruimteschip in deze tycoon. Kijk, als het nou een soort van duo iets was, dan had je nog kunnen zeggen het is van jou, van mij en van iemand anders. Maar dit is gewoon allemaal iets wat ik heb neergezet. Natuurlijk met behulp van jullie en de tips in de comments. Maar in ieder geval, dit is wat we tot nu toe hebben. Ik denk eerlijk gezegd dat hier ook nog wel een hoop te halen valt. We hebben in ieder geval de meeste machines al wel geplaatst, denk ik. Zo, ja, dit is meer natuur. Dit is er gewoon voor het zijn, zeg maar. Laten wij uit deze dimensie stappen. En laten we alvast kijken welke dimensies ons nog meer te wachten staan. Even kijken. Voor deze dimensie betalen we 650 Robux. Voor deze 300. Voor deze 500. En voor deze 45 miljoen, jongens en meisjes. Let's go, ik heb hem gewoon gekocht. Oh my gosh. Is er nog een teleporter die ik moet kopen? Hier zijn we trouwens ook nog niet in geweest. Laten we eerst even naar die mushroom dimensie gaan. Want zoals ik jullie al zei, kan ik me herinneren dat daar nog een aantal dingen waren die ik nog moest kopen, maar die gewoon echt ongelooflijk duur waren. En ik weet eerlijk gezegd niet meer wat het was. Het was geloof ik een alien toren, kan ik me nog herinneren. Dat was een of andere alien tower, I guess. En die kostte iets van 125 miljoen. Ja, deze is dat. Kijk, de Mushroom Alien Tower. 154 miljoen. Dat is gewoon letterlijk een eiland. Dat is gewoon een privé-eiland. Let's go. Oh gosh. Check this out. We hebben gewoon onze alien toren neergezet. That's the spirit. Ik weet trouwens niet of ik echt nog veel meer afleveringen hiervan ga opnemen. Ik vind het heel erg leuk om op te nemen. Maar de vraag is natuurlijk hoeveel afleveringen ik er nog van kan maken. Totdat het een beetje eentonig wordt. Tot nu toe hebben we sowieso nog een aantal dimensies te bezoeken. Dus daar kijk ik naar uit. De volgende dimensie gaan we ook gelijk even checken. Dat is namelijk de verboden bossen. En ik heb jullie daar de vorige keer natuurlijk over verteld. Dat een hele gevaarlijke plek is in Roblox. Dus jongens, ik ben benieuwd. Oh my gosh, oké dan. That's pretty amazing. En er is ook maar één iets waar je op kunt staan. En dat is een portalvloer. Oké, en nu heeft alles zich in één keer ontgrendeld. Nu zijn er weer super veel dingen die we kunnen unlocken. Oh gosh jongens, ja, ik vond het een leuke video. Mochten jullie nou meer willen zien, dan kun je de video natuurlijk belonen met een blauw duimpje omhoog. We hebben al ons geld uitgegeven. Dat is bizar, ik heb nog nooit zoveel geld in een video uitgegeven. Gelukkig was het geen echt geld. Of ja, het zou best wel vet zijn als je zoveel echt geld had. Maar goed, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Adios.